Welkom bij Showharmonie Oefening Baart Kunst uit Rhenen. Ria is al 52 jaar te vinden bij deze muziekvereniging. Vanaf haar 22e nam ze verschillende bestuurstaken op zich. Nu heeft ze één belangrijke taak. Ik ben de penningmeester van OBK. Ik ben verantwoordelijk voor het financiële gedeelte. Als hij op zijn 12e samen met zijn broertje Douwe de eerste stap in het clubgebouw zet, is Daan om. Hij wordt lid van OBK. Ondertussen speelt hij al 11 jaar trombone, helpt hij bij het jeugdorkest en is hij sinds een jaar beheerder van de bar, samen met zijn vriendin Anne. De club verjongt. Ouderen moeten plaats maken voor ambitieuze jongeren. Door weer en wind reist Daan vanuit zijn woonplaats Veenendaal naar zijn club in Rhenen. Nou ja, dit doe ik dus 4 keer per week. Ongeveer 20 minuten rijden. En dan woensdagavond met het jeugdorkest, donderdagavond met het grote orkest. Vrijdag haal ik mijn broertje op, die woont in Rhenen. En dan gaan we ergens anders muziek maken. En dan vaak in het weekend om de voorraad te controleren. We hebben nu sinds een jaar of twee een vrij jong bestuur. We hebben altijd mensen gehad die al jaren in het bestuur zaten. En nu is Ria eigenlijk de enige die veel ervaring heeft binnen OBK in het bestuur. Dus je merkt dat ze wat zoekende zijn. En dat ze daardoor soms dingen vergeten of over het hoofd zien. Jongeren in het bestuur, dat is wennen. Er zijn wel wat mensen die wat conservatiever zijn in hun doen en laten. En daarin ook in hun beslissingen en in hun communicatie. Ik hamer heel erg op communicatie. En dan steek je maar het duimpje omhoog als er wat is. Maar laat even weten dat je het gezien en gelezen hebt. Want ik vind dat gewoon een hele slechte zaak. Dat mensen zo maar naast elkaar heen dingen doen. En dat vind ik onacceptabel. Ria is geen spelend lid meer, dus zij is niet meer bij alle repetities. En ik denk dat je daardoor snel het gevoel krijgt dat je niet meer alles meekrijgt. En dat is natuurlijk ook zo, want je bent niet meer altijd aanwezig. Toen ik een jaar of 16, 17 was, ben ik blijven plakken na de vereniging. En dan spreek je alle mensen die al jaren bij de vereniging zitten. En op die manier ben ik heel veel gaan praten met mensen uit de leeftijdsgroep van Ria. En ja, ik kan nog steeds heel goed met die mensen. Dus dat communicatieprobleem herken ik niet. Ik merk dat er heel veel mensen hier geen zin hebben in verantwoordelijkheden die je kan hebben. En ik vind het juist leuk om dan samen met hun ervoor te zorgen dat het wel allemaal voor elkaar is. Daan wil van alles doen, hè. En dat doet hij ook heel goed, hoor. Want dan doet hij bestellen en regelen en dat soort zaken. En Daan doet natuurlijk ook, is ook voorzitter van de financiële commissie. Dus hij zit al in het traject waar ik mee begonnen ben. En dat, ja, ik vind dat toch wel een leuke parallel. Dus dat zijn wel de bestuurders van de toekomst. Ik vind het muziek maken nog steeds het leukst. En als ik zie hoeveel bestuurstaken er zijn en hoeveel tijd daarin gaat, dan is mij dat nu nog niet waard. Ja, verdiend. Ja. Mooi. Even stoppen. 11 jaar geleden kreeg Ria een auto-ongeluk, waardoor het bespelen van haar geliefde instrument, de trompet, niet meer lukt. Als 14-jarig meisje verhuisde ze van IJsselstein naar Rhenen. Ze speelde al trompet in de fanfare, maar in Rhenen is ze met haar zusjes lid geworden bij OBK. Na al die jaren is Ria nog steeds betrokken bij de vereniging, want de muziek en de mensen hebben in de loop der jaren veel voor haar betekend. Een vereniging is er in goede tijden en in slechte tijden voor je. Ze hebben me vooral geholpen op het moment dat ik in scheiding lag met mijn voormalige echtgenoot.
dat ik op een gegeven ogenblik, dat was s'avonds een feest en hij was weggegaan. En mijn familie die zei, want ja, mijn twee zusjes waren ook alle twee lid van de vereniging, die zeiden, kom op, we gaan een borrel drinken. Nou ja, ik had er niet veel zin in, want ja, je bent helemaal van slag. En op het moment dat ik het gebouw binnenkwam, was het net of er een warme deken om me heen gelegd werd. Zo van, oké, dit is van ons en daar komt niemand verder bij. Dus dat hebben ze altijd wel gedaan. En ze hebben ook heel veel begrip getoond dat als ik echt agressief was, dan hadden ze toch wel geduld. Heel veel geduld. Ik hou van die club. Ik hou niet van die mensen die er allemaal op zitten, want er zitten zat mensen die ik niet aardig vind. Maar er zijn ook heel veel mensen waar ik muziek mee gemaakt heb en waar we een gewone verleden mee hebben. Jongetjes die klein zijn, die nu heel groot zijn. Het enthousiasme voor muziek is niet alleen bij de twee broers gebleven. Hij heeft zijn vriendin Anne kunnen overtuigen om lid te worden van OBK. Ook zijn vader is muziek gaan waarderen. Paul heeft zich 4 jaar geleden ingeschreven en is nu slagwerker in het orkest. Ik ben goed voor de ledenwerving wat dat betreft. Het eerste optreden voor Daan was tijdens de Bloemencorso in Leersum. Het verenigingsgevoel is het gevoel dat je eigenlijk nooit alleen staat en dat je overal terecht kan, denk ik. Op het moment dat je binnen de club komt, is het best wel een ding om opgenomen te worden. Dat kost wel tijd, mensen moeten aan je wennen. Maar ja, als dat goed gaat, kan je eigenlijk met iedereen overweg. Twee jaar geleden is mijn vader ziek geweest. Die heeft darmkanker gehad. En die is behandeld in de periode. En eigenlijk staat dan de hele vereniging voor je klaar. Die komen allemaal vragen hoe het gaat en of ze wat kunnen doen. En ze komen langs. Het is wel fijn om te merken hoe mensen dan toch betrokken bij je zijn. En willen dat het goed gaat met je. Allebei staan ze verschillend in het leven door de ervaringen die ze hebben meegemaakt. Maar ze zien ook overeenkomsten. Ze zoeken elkaar op in de kantine van het verenigingsgebouw. Wat ik hem heel erg waardeer is de zorgzaamheid die hij heeft. Nou, ik zie Daan best wel als een toekomstige bestuurder van over een tug aantal jaren. Maar ga er eens maar lekker van genieten. Ik zie gewoon dat Ria, net als ik, altijd klaar staat voor de club. Als er wat moet gebeuren, maakt niet uit wat. Ik kan altijd bellen. Ja. Toch? Ja. Zelfs minder in de nacht. Mijn verenigingsgevoel is gewoon de trots. Op de tribune zitten en dan jouw club, waar je dan zoveel jaren altijd heel actief meegedaan hebt, zo'n succes te zien hebben. Dat gevoel van trots. Ja, dat is voor mij het verenigingsleven.